Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gezegd dat hij de rechterlijke macht niet heeft bedreigd. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Brunswijk zei donderdag op een ABOP-bijeenkomst in Kommerwijnen dat hij geen verandering wil van het kiesstelsel. Hij uitte daarbij bedreigende taal aan het adres van Serena Asset en het Constitutioneel Hof. Vanwege de heisa die is ontstaan rond zijn uitspraak, heeft hij besloten om verduidelijking te brengen. De bedoeling is, wat ik daar heb gezegd, ik heb voor de woord wat leeft bij een deel van de gemeenschap, die mensen die in het achterland wonen. Ze hebben gezegd, ze hebben gehoord, ze gaan de kiesstelsel wijzigen. Want ik heb een kiesstelsel, dat wordt direct bedoeld naar next morrow. Dat is het laatste wat wij zou nog hebben, de Maupura ook aan de hoek te bakken, dan een slaaf ook bakken. En de man was natuurlijk ook wat straat. Dus ik probeer eigenlijk, ik heb het verkeerd verwoord. Dus eigenlijk is de gedachte die leeft bij die mensen, heb ik daar verwoord. En dat hier heeft de man, was dat nog wel aan de man. Ik heb het op de podium daar gezegd. Maar het is geen enkele moment, het gaat over een bedreiging, het gaat over wat leeft bij die mensen. Dus Brunswijk zegt dat er een andere wending is gegeven aan zijn uitspraken. Wijzigen van het kiesstelsel mag, maar dat zal betekenen dat mensen in het binnenland geen stem meer zullen hebben. De binnenlandbewoners verkeren naar zeggen van Brunswijk op een heleboel vlakken in een achtergestelde positie. En als jullie me verkeerd hebben begrepen, dan bij deze wil ik je zeggen dat het niet zo is. Ja? Ik heb zelf gevochten voor de democratie hier in Suriname. En dat ga ik niet willen verpesten. Ja? Recent nog heeft ex-president gezegd van, ik verklaar de regering oorlog. Oorlog verklaart hij de regering. Niemand heeft gereageerd. Ik nam hem ook niet serieus. Weet u wel. Maar het moment dat Brunswijk iets zegt, probeert men altijd te verdraaien, niet te verdraaien, maar een andere etiket aan te geven. Ja, hij bedreigt, maar ik heb niemand bedreigd. En ik ga ook niemand bedreigen. Ik weet hoe het hoort. Ja? Nou, mensen die denken van Brunswijk, aman aan Sikimang, of naar dat de mij denk je. Mina aan normaal libisma, lek ala tra libisma, ja? De vicepresident zegt dat hij geen voorstander is van apartheid. Hij wil geen problemen, maar wil wel dat zaken gezegd worden zoals die zijn. Brunswijk zegt dat de stiefmoederlijke behandeling van binnenlandbewoners tot het verleden moet gaan behoren.